het is vandaag maandag en ik ga weer een nasi maken. Het valt wel in de smaak dat het nu alweer eten. En het is ook gewoon zo makkelijk om te maken. Dus ik ga het gewoon weer maken. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik heb net al twee keer kaas gegeten en ik ga nu nog even een smoothie maken. In de smoothie ga ik wat bevroren frambozen doen, een banaan, wat melk en wat yoghurt. En ik doe er ook een beetje havermout bij. Hoi allemaal, het is vandaag dinsdag en ik was eigenlijk helemaal vergeten te filmen, want ik was heel erg druk bezig. Toen ineens dacht ik, oh god, ik heb nog helemaal niks gefilmd. In elk geval, ik ga nu gebakken aardappeltjes maken met kibbeling uit de oven en ratatouille, dus dat gaat heel erg lekker worden. Eerst even de aardappels schillen en daarna ga ik ze in blokjes snijden. De ratatouille. En de aardappeltjes. Hoi allemaal, het is vandaag woensdag en ik was al eten aan het maken en toen dacht ik net, oh oeps, ik moet nog filmen. Ik ben tomatensoep aan het maken en pizza muffins. Het recept verschijnt binnenkort op de site, dus daar moet je nog even op wachten. Maar ik ga jullie laten zien wat ik een beetje aan het doen ben. De pizza muffins zijn eigenlijk zo goed als klaar. Nu ga ik even verder met de soep. Even een uitje en knoflook en rode peper aanfruiten. Even een klein beetje tomatenpuree erbij. Tomatenblokjes en water erbij. En nu ga ik nog even wat kruiden toevoegen. Ja, deze keer wel. Ik heb niet meer gewacht op jou. Als ik op jou moet wachten, kan ik lang wachten. Ik ga lunchen met deze soort hartige muffin van gisteren. En met soep. Want die heb ik ook nog over van gisteren. Hoi allemaal, het is vandaag donderdag en ik heb geen zin om iets te maken. Dus ik ga gewoon even een broodje in de oven doen en dan, ja, dan is dat het. Ik weet niet welke ik moet kiezen. Deze van die soort stokbroodjes. Of deze. Ik kan dat zo moeilijk kiezen. En het wordt deze. Oh ja, trouwens, ik heb deze chai latte uit Barcelona gisteren geproefd. Ik vind hem eigenlijk niet zo lekker. Het smaakt heel erg naar zoethout en dat vind ik niet zo lekker. Echt jammer. Ik ga even twee eitjes koken. En lepel. Anders gaan ze mij altijd kapot. Zo. Zo. En dan doe ik even deze eggtimer erbij. Dan weet ik wanneer ze hard. Oh nee, maar hij is toch kapot. Dat ze er vies uitzien. Moet ze naar de papa? Ja, ik zie het. Het is een meter lang. Ja. En we eten brood met ei. Joe! Wat is dat? Ja, weet niet. Vanavond een hapje doen. Bel me snel. Wat zou het zijn? Even.
Oh. Wat is ditje? Hey. Moet je die boodschap zien? Lieve Sophie, hoe ziet jouw koffiemoment eruit? Oh kijk, er zit ook een stift erbij. Oh, je kan erop schrijven ook. Oh, ja. Kijk, hoe grappig. Dan kan ik voor jou een boodschap achterlaten. Wel heel grappig. Oh, het is de Whiteboard Edition. Die ken ik super niet. Grappig. Nee, die is nieuw denk ik. Oh. Super leuk. En ik heb weer een boodschap gehaald. Nu even uitruimen. Ik zal jullie even laten zien wat ik een beetje heb gehaald. Ik wil vandaag een paar recepten gaan maken, dus daar moest ik ingrediënten voor hebben. En het is vandaag vrijdag, dus ik had ook nog een paar dingetjes gewoon voor het weekend nodig, wat drinken en zo. Ik heb nog een heleboel groenten in huis, dus dat heb ik niet echt gehaald. Vandaar dat je het er ook niet echt tussen ziet liggen. Melk, bananenkorp, paprika, blauwe bessen, dat doe ik altijd door mijn ontbijt. Bloemkool, sla, ik wil vanavond iets van wraps. Met kip eten en daar rolt ook slijm. Dit is tonijn. Yoghurt met honing. Als ontbijt. Prei. Tomatenblokjes. Ik ga een receptje iets met roomkaas doen. Dus dat had ik nodig. Druiven. Komkommer. Botjes voor beer. Pesto. Spekjes. Broodjes. Dat is voor tussenmiddag. Cola voor Jorrit natuurlijk. Optimal, dubbelfris, sinaasap, crystal clear, olie was op en dat is eigenlijk wel een beetje. Niet zo heel erg veel, maar ja, ik heb nog een heleboel eigenlijk in huis. En we doen trouwens op zondag altijd samen even boodschappen en dan halen we wat dingen voor de hele week. Hallo, het is vandaag vrijdag en Jurk is chagrijnig. Wat? Hoe moet je dat eens zien, joh? En we eten een wrap met kip. Omdat we geen zin hebben om iets te maken. Ah, nou, ik wil toch iets aan maken, of niet dan? Ja, nou ja, dit is wel heel, ja, iets maken, iets maken. Oh, dat komt niet vanzelf. Nee, oké, okay, dat is waar. Ze weten het zelf, maar het is niet een heel ingewikkeld recept. Dat is wel lekker eens. Op een wrap met sla en chili en komkommer. Dankjewel. Of was het niet voor jou? Is het voor jou? Nee. Ik had. Nee, ik wil niet zoveel kip erop. Jawel. Nee, ik wil. Het is vandaag zaterdag en we gaan allemaal wat anders eten, want ik heb zin in gekookte aardappels. Af en toe dan wil ik zo'n lekker Hollandse maaltijdje, vind ik altijd wel lekker, maar Jorrit houdt niet echt van gekookte aardappels, dus die eet wat anders. Die eet namelijk dit, ja, een wrap met kebab. Dat eet jij toch of niet? Nee, dat is wat eet je dan? Nou? Ik ben vandaag op bananen. Op dieet? Mijn eten is klaar. En is dat voor jou klaar? Wel lang in de keuken moeten staan, hè, hiervoor? Ik hè? Ja, joh. Nee, ik ben al zeker 20 seconden bezig. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Dank. Ontbijt met onder andere yoghurt, een beetje crusty, blauwe bessen en druiven. Hoi allemaal, het is vandaag zondag en ik ga pasta bouillon maken. En ondertussen is Jorrit ook even bezig. We hebben nog wat, hadden nog een kleine tijd met boeken binnengekregen, dus die zijn we nog nu aan te sturen en ze zijn eigenlijk allemaal alweer bijna op. We hebben er nog maar een paar. Gaat het goed? Een hele rare kok. Dit geluid gaat gewoon weg. En ik vind je nog steeds een rare kok. Ik denk echt dat ik een betere ben. Nou, ik denk dat je een slechtere bent. Nee. Kookt dit wel? Kookt dit wel, jongens? Dit is toch gewoon kook of niet? Jorrit vindt dat het niet kookt. Ik vind het normaal, ga weg. Laat het vallen, droppen. Pak van die lepel.
Zit er nog meer in? Nee. Ja. Ik ga puur erbij zitten. We hebben straks nog hagelbakbossen. En het eindresultaat. En hoe ziet jouw eindresultaat eruit? Ga door. Nee, dit is het. Wat heb je daar? Waar ga jij heen? Het is toch wel altijd, ik snap niet hoe we het voor elkaar krijgen hoor. Wat is er? Dat je toch altijd die kaas in je handen hebt. Ja. Ik snap dat toch echt niet. Ja, dus. En bij deze ga ik onze wekelijkse video weer afsluiten. Ik hoop dat je hem leuk vond. Doe je duimpje omhoog als je hem leuk vond. En tot volgende week. Doei!